Dit is Den Haag in 60 seconden. Op het Aloysius College heeft woensdag een steekpartij plaatsgevonden. Een 16-jarige jongen raakte licht gewond. De vermoedelijke dader van 15 is aangehouden. Het is de derde steekpartij op een school in korte tijd. Op de plek van de V&D aan de Leiweg komt een outletstore. De V&D sloot afgelopen zondag de deuren vanwege financiële problemen bij het concern. Het weghalen en vervolgens weer terugplaatsen van de fietsnietjes in het centrum heeft de gemeente ruim 50.000 euro gekost. De fietsbeugels moesten vorig jaar weg omdat er soms langere tijd fietsen aan bleven staan. En die hele operatie is nu weer ongedaan gemaakt. Ruim 200 Koerden vierden gisteravond de bevrijding van Kobani in Syrië. De stad werd heroverd op Islamitische Staat. Een aantal maanden geleden bestormden 150 Koerden nog het gebouw van de Tweede Kamer. Toen vroegen ze aandacht voor de noodsituatie in Kobani. Tot zover Den Haag in 60 seconden.